Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwniel.com Herenmode en Vierdaag Vermogensbeheer. Welkom bij een Cambuurjournaal. Het seizoen van de Leeuwarders dat zit er eindsvol op. De play-offs binnen praktisch onhelder, maar er moet nog vol trijken spelen worden. Te begin met de thuiswedstrijd die de Leeuwarders spelen tegen FC Dordrecht. De ploeg van trainer Michele Santoni speelt het nog vol mee voor de play-offs. Die komen hier in Leeuwarden tegen een gehavend Cambuur te spelen. De ontbreken leeft over spelers bij de ploeg van trainer Henk de Jong, die het om die reden ook weromkeert naar het vier-trije-trije systeem. We missen al wat. En ja, dus dit keer we terug. En dat maat ik. En dat maakt nog oude watje dat iedereen kent. Maar ik leer dan hartstikke wel wat vastigheden in voetbal, want dat is vaak het lastige. Zes vorige week, de tweede helft, zes dat ik. En dat we hebben rondgang dat het ik wel weer goed stond. Dus nou ja, het is wat het is. Is het echt een kar met het eigen op volgend seizoen? Waarin als ik weer gewoon voor jou het rijden speel je worst in de eerste wedstrijd? Ja, ze had dat nou heel goed uitpakken vorige week. Maar ja, dan valt Leon voort en dan valt Sekko voort. En dan zorgt dat het ja, dat eigenlijk alles voortvalt qua verdediging. En dat is, ja, dan ben je eigenlijk, verdediging zit er niet goed meer. En dan ging ik gewoon weer om naar het normale. En ik denk dat we, ik moan, want het is een hele lastige pot. Maar dat we dan ons normale ding mee doen. Dat ik wel goed field voor de boys. Een van de spelers die krijgt wol weer inzetbaar is Michael Breij. Begin maart trekken hij blessure in de uitwedstrijd tegen Jong PSV. Een hamstringblessure en de oranje weken verschijnde hij heel tijd vaker weer op het veld, alleen nog dwadde hij het nog net on. Novel en dus begint hij tegen Dordrecht weer in de basis. Ik had zelf verwacht 4 tot 6 weken eruit te zijn, alleen het is uiteindelijk geloof ik 7 weken geworden. Maar nu weer blij om op het veld te staan en het heeft lang genoeg geduurd, dus morgen mag ik weer. Ja, ik heb natuurlijk onwijs veel meegemaakt hier en ja, plek 12 in de KKD is natuurlijk wel te laag. Ik weet niet of we de laatste zijn, hè. Maar ja, laat ik het zo zeggen, we gaan er wel voor zorgen dat we de laatste 3 wedstrijden goed gaan afsluiten. Waarschijnlijk ook tegen Helmond over 3 weken de laatste in dit stadion. Dus er is nog genoeg voor te spelen. En ik vind ook, zolang het er nog kan, moet je erin blijven geloven. Ook al is de kans 1%, 2%. Dus laten we het goed gaan afsluiten. Je weet nog niet of het je laatste zijn. Je contract loopt af. Je hebt er nooit een geheim van gemaakt dat je nog een keer een mooi avontuur wil aangaan in het buitenland. Dit is het moment toch? Je gaat toch gewoon weg na dit seizoen? Ja, die kans is wel groot, ja. Ja, maar ik, weet je, ik... Ik laat... gaat nu toch niet zeggen dat je daar nog niet mee bezig bent? Nou, kijk, ik weet dat het wel is en ik wil daar ook niet te veel in de media over zeggen. Maar ik wil lekker deze 3 wedstrijden spelen en dan lekker met de vrouw op vakantie. En dan zien jullie vanzelf wel wat het allemaal wordt. De wedstrijd in FC Dordrecht is de ene laatste in dit orde Cambuurstadion. En dat is iets wat Henk de Jong ik wel even beneemd had in het oerlis met de spelers. Ik dit hier hebben we prachtige dingen mee maken. We hebben mooie wedstrijden spelen. We hebben de NEC mee maken, Vitesse mee maken. Dus het is net al jaar verkeerd. Alleen we hadden op dit moment moeilijk in de competitie, is eigenlijk het hele seizoen al. En dat is zo'n seizoen als dit. Maar daar hebben we profijt van, hoor je. En het hier erop, daar hebben we profijt van. Alleen nog nou dus nog wel, maar een heel soort afwezigen. We zorgen het basisdebuut van Tariq Mercera, de rentree van Michael Breij. En Thomas Pol is de vervanger van Sekou Silla. In Dordrecht treft Cambuur een goed voetballende ploeg, maar een soort individuele kwaliteit, zoals deze Ilias Sebaoui, die Ruud helpt. En via Ottersen giet het schot Njonken de goal. Uit de hoekskop komt daarna geen gevaar. Dan onder de oorkant Cambuur, de voorzet van Pol. Luca Ploegman over tot de keeper daar, via Michael Breij. En Robert Zoldriekis giet de bal erin. Een blunder van de Dordrecht keeper. En Cambuur pakt dat cadeautje uit. Via Michael Breij en uiteindelijk Robert Zoldriekis als eindstation. Een spitse goal. Hij stiet op het goede plak, maar het is natuurlijk een flater van deze keeper van Dordrecht. Maar dat Dordrecht goed voetbal ik ken, dat liet ze Batien Shen. Hier komen ze er weer uit, aan de rechterkant.
voor de goal. Drie spelers in het rit. Uiteindelijk is dit Sebaoui in twee keer. En hij zet de Storm weer in liekwicht. Ze had Cambuur nog geen 4 minuten op voorsprong staan. En is die voorsprong alweer verdwenen. Met dank dus aan Sebaoui. Maar Cambuur jouwt net voor het balies. Al is het wel dom balverlies hier van Verder de Jong. En dan leidt het in ieder keer Hielendal Jippen. Dylan en Bayo. Maar het scot. Maar de goede redding van Yannick van Os. Die het vaak komt dat de gasten op voorsprong komen. Cambuur dan. Mij van Kaam. Oer de linkerkant. Had Verder de Jong bij hem. Hij maakt een krek, dus dat Vlaateke. Nou, jouwt er een prachtige bal op. Breij de voorzet. En daar is Robert Zoldriekis weer. Ze witten elkaar goed te vinden. Michael Breij en Robert Zoldriekis. Want het is op een einde assist van Breij. En Zoldriekis die te man maakt het. Cambuur weer op voorsprong. En dit is een mooi doelpunt. Een mooie onval van de Ljouwerters. En dan maaien we de 2 in Tuskestoorn best wel verrassend nemen. Wordt het nog mooier, want Jigjit Milan Smit, de topschutter van Cambuur. Maar zie Scott, Jit Krek, Njonken. Dit hier, de 3 in, misschien wel wezen matten. Maar Smit mist. Maar Cambuur, ja, pakt echt tro. Hier komt de voorzet van Pol. Wordt net goed verwerken terug Hilton. Komt de bal weer bij Michael Breij. Nou, de Soenjes is er dan ontstitten weer gevaar. Voorzet. Oudriekis met de kopbal. Maar hij krijgt hem net in de goal. En Henk de Jong zult tevreden wezen. Maar hoed zijn ploeg speelt het. Nog krijgt Van het Skoft. Komt er nog een kans. Maar Ploegman is dit keer wel attent. En voorkomt dat Cambuur op trein hier komt. Een wiksel dan. Die liet hem onkundigje. Michael Breij gaat eruit. En wordt vervolgd door Bram Marsman. Het is een speler uit de beloften die zijn debuut maakt. En Bram Marsman wordt voortaan dadelijk zo'n het werk zet. Hier terug Oldriekis. Want hij wordt in de Jipte spelen. Wat een rondte. Vaar Marsman leidt hem aan Milan Smit. En dan is daar alsnog de trein hier. Cambuur krijgen kans op kans. En maakt het nou via Smit dan eindelijk dat tredde doelpunt. En Marsman, wat een debuut. Want hij komt erin en jouwt dus voortaan dadelijk zijn assist. Hij komt uit Vroomshoop in Oerissel. En nou dus in het eerste van Cambuur. Hier is er weer Marsman. Wordt zien de buurt dan nog mooier. Nou, krijgt net, want Ploegman die redt dit schot van die jonge onvaller. Al is het eigenlijk meer een verdierende. Al stelt Henk de Jong hem op als onvaller. Dan aan de andere kant een counter van FC Dordrecht. Het speelt het hut heen weg. Sebaoui, dan moet je erom tinken. Want dat is een goede speler. Nou bloeit de bal lissen. Dit is het uiteindelijk Soerij. Leidt hem al op Chilo het zand. En die scoot de treien twaalf binnen. En dan krijgt Cambuur aan de ene kant een grote kans. Maar dan is het FC Dordrecht dat een hele minuut later de bal erin lissen had. Het is wat ongelukkig. Maar via het zand kiet die bal erin. Op een ei Dordrecht dan. Maar een vrije trap. Komt de bal voor de voeten van diezelfde het zand. Schoot hem in. Maar weer een goede redding van Van Os. En ze krijgt Cambuur kans op de Fjouwerien. Maar is het nou Dordrecht dat dicht bij de leakmaker is? Het gaat een hoop heen weer in deze wedstrijd. Daar komen ze weer Dordrecht. Maar een prachtig hakje van Ruben Kluivert. In die de zoon van Patrick Kluivert. Dit hier een prachtig doelpunt West. Maar de verdediger van Dordrecht zit de bal krekt oer. Dan komen ze weer oer de linkerkant. De ploeg van Michele Santoni. Bal wordt weromlijn. Het schot. En dan zit hij erin. Het is Sigisic. Maar de treien. En hij jouwt Cambuur die treien in voorsprong. Dus uit handen. Wordt net goed verdedigen. Hij krijgt te volle rondte om te shitten van Mercera. En dus stiert Dordrecht op Liekense Hichten. En dan is de grote vraag of er nog een winnaar komt. Cambuur, dat komt mij Oldriekis. Voorzet, Milan Smit, wat een rondte. Het schot, de goede redding en de rebound. Nee, krijgt Jin Jombly van der Meer. Want Job van der Avert stiert goed op te letten. Maar Milan Smit, ek hij dicht bij de winnende goal. Aan de andere kant Dordrecht nog. Bal komt voor Sebaoui in de kwarte hoeken. Maar het schot keert Njonken. En dus bleef het in het Cambuurstadion bij treien.
En dan fluit het de skiertsrochter al. Binnen daarna nog wat protesten van onder oren Dordrecht trainer Santoni en Kluivert. Die krijgen nog een gele kaart. Het eindresultaat voor het net. Cambuur-Dordrecht eindigt het in treien. Ja, we hadden les die ik spelen om gewoon punten te hebben, maar dat lukte ik net. Maar zo, en nu krijgen ik weer zo simpeltje in. Dat is heel vervelend. We kunnen net goed verdedigen, daar hebben we moeite mee. Maar we hebben meisje in ieder geval vertraaien en we hier 4 meisje. Dat zei ik, dat hier 4-4 werd. Maar dat had ik vol liever en dat is meestal lekker in de hoes gingen. En dat is wat we graag willen. En daar maken we mij terug. En ik naar volgend seizoen daar, dan maken we versterken in die zin dat dit net mee gebeurt. Dan wens ik gewoon met 3-4 in je jongen. Ik zag ook veel blijdschap bij jou. Zit daar dan die afgelopen 2 maanden ook nog bij dat je aan het revalideren bent geweest van dat scheurtje in de hamstring, dat door je hoofd vliegt? Ja, absoluut. En het spookt ook nog wel door mijn hoofd tijdens de wedstrijd. Als je aanzet of even weer terug moet, dat je denkt, oh, ik hoop dat die heel blijft. Maar dat is gewoon een beetje een mentaal dingetje. Maar ja, wat ik zei, het is zo lekker om weer op het veld te stieren, zeg maar. Wat vroeg de trainer van je toen je erin kwam? Energie leveren. En we hadden een rechtsback wat veel opkwam om die hele tijd te volgen en eroverheen te klappen. En dat is zo aardig gelukt. Ja, want je staat koud in het veld, letterlijk en figuurlijk. En je geeft een assist. Wat gebeurde er? Ik kreeg die bal van Robert. Van Robert, ja. En best wel een grote ruimte. En ik zag Milan voor de goal staan. Ik legde hem terug en die schoot hem binnen. Mooi om aan die kant een assist te leveren en dan te juichen met het publiek. Ja, een heerlijke binnenkomer, zo kan ik me voorstellen, met 2 assists. Waren het toevallig dat het beide keren op Robert Zoldriekis was, of hebben jullie 2 wel een klik? Ja, ik ben altijd wel bezig met Zoldriekis, omdat ik vind dat er nog meer in die jongen zit. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, de eerste bal die wil ik gewoon schieten. Ja, zeg ik eerlijk. En die tweede bal was wel echt een Cambuur goal. Terugleggen op verder. Verder die speelt mij in de diepte en ik leg hem terug. En ik weet niet hoe hij hem binnen werkt, want ik stond tegen de boarding aan. Maar hij werkt hem binnen. Dus 2 goede goals gewoon. En lekker voor mij en lekker voor die lange. Cambuur pakt een puntje en bleeuwt op het 12e plaksteen in de eerste divisie. Met 46 punten uit 36 wedstrijden. Nog altijd is er een lietse theoretische kans op de play-offs. Bovendien is Willem II nog net wis van promotie. Maar het wordt net lang meer. De voorsprong op Rode JC is 3 punten en op FC Greens 4 punten. Ontzaf via dit Cambuur-journaal. We binnen er na je weken weer. Dan speelt het Cambuur op Vreed, de uitwedstrijdje in Roda JC. Wij binnen er dan sneur weer. Ont dan. Het Cambuur-journaal waard mij mogelijk maken troch KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com herenmode en 4 dag vermogensbeheer.